Girl Magic is voor mij zo veel mogelijk je ware zelf zijn in een wereld die daar niet op zit te wachten. Black Excellence is voor mij, zijn het power vrouwen. Dodeness, aan gewoon being amazing. Dat is mijn moeder, dat zijn mijn tantes. Dat zijn de vrouwen waarmee ik mezelf omring. Inspiratie. Ik vind zwarte vrouwen over het algemeen vind ik heel inspirerend. Heel mooi om te zien. En Black Girl Magic is voor mij ook power, kracht. Gewoon als je kijkt naar hoe het gaat qua bijvoorbeeld schoonheidsidealen. Er is een soort van hiërarchie gemaakt waarin wij zogenaamd onderaan die bodem moeten zijn. Want we zijn natuurlijk het meeste van die Europese schoonheidsidealen. En voor mij is bijvoorbeeld op dat gebied Black Girl Magic zeggen van fuck it, ik rok mijn vrouw, ik rok mijn melanin. En schijnt of jullie dat mooi vinden of niet. Black Girl Magic voor mij is dus jezelf zijn in een wereld die er niet op zit te wachten dat je zelf bent. Die dat wegschuift, die dat geen aandacht zal geven, die daar geen eerlijke representatie over zal neerzetten in de media. En dat je dat gewoon zelf moet doen, dat je in jezelf moet blijven geloven en jezelf in moet spreken van al zie ik het niet om me, het zit wel in me. Unapologetically, ik zeg het een beetje verkeerd, maar ik vind het moeilijk. Black zijn, jezelf zijn. En het maakt niet uit of ik daardoor struggelingen krijg. Het maakt niet uit wie me vies of schil of raar aankijkt. Ik kan mezelf in de ogen blijven, in de spiegel blijven aankijken. En ik ben trots. En ik loop rond in mijn puur natuurheid. En dan heb ik het over ik in zijn algemeenheid. Dan heb ik het over de zwarte vrouw. Die gewoon volwaardig van zichzelf houdt. En daardoor zegt, ik ga geen genoegen nemen meer met minder. Weet je, dus Black Girl Magic is voor mij eigenlijk stiekem een middelvinger naar de status quo. Een stoet zwarte vrouwen bij elkaar. Hun krachten bundelend. Zichzelf zijn. Zonder zich daarvoor te moeten verontschuldigen, gewoon being black and being you. En alles wat ik kan krijgen, ga ik krijgen. Ik ga excelleren in het leven, omdat ik dat waard ben. En als jij dat tegen jezelf kan zeggen, als jij jezelf elke dag in de spiegel kan aankijken en zegt ja, I am an empress, dan ben jij voor mij Black Girl Magic. Al die Black Girls die samenkomen. Het is een nieuwe, mooie en spannende tijd, wat ik eerder ook al zei. Van, het is soms heel erg negatief om een zwarte vrouw in Nederland te zijn, maar ook heel positief. En voor mij is een van die positieve dingen van hoe die verbindingen beginnen te komen tussen al die prachtige zwarte vrouwen. Hoe ze een beetje teruggaan naar hun natural hair bijvoorbeeld. Hoe dat mensen bij elkaar heeft gebracht. Of weet je, als ze een ik noem maar wat op, er was bijvoorbeeld een Linda-issue volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden en die had het weer over Afrika in de meest cliché manier ever en over zwarte vrouwen die verkracht werden, dit en dat en dan van nee, zwarte vrouwen, Afrikaanse vrouwen zijn meer dan dat en dat zo'n hashtag dan ontstaat van de, mijn verruk, ik ben een verrukkelijke en ik was een VJ, ik ben een verrukkelijke VJ, ik ben een verrukkelijke animatiedocent, ik ben een verrukkelijke goede zus, ik ben een verrukkelijke goede dochter naar mijn moeder. We zijn meer dan die stereotype beelden die in de media en de magazines worden neergezet. En omdat die power dan zo samenkomt bij social media, nou ja, daar gaat mijn hart sneller van pompen. Het samenkomen, nieuwe evenementen organiseren, dingen zoals de Glow Up. Voor die conscious girls die verder willen dan die laag van natural hair, elkaar echt vinden, je roots weer vinden. Al die dingen die samen bij elkaar komen, dat is voor mij Black Girl Magic. En ik moet zeggen, we doen het pretty good right now.